Vandaag de MRI-scan geplaatst door het dak in het RKZ. Ja. We stonden buiten, je was helemaal blij. Ja, natuurlijk. Dit is een heugelijk moment. We zijn lang in de voorbereiding bezig geweest. Zowel met het aanschaf, de keuze van de juiste MRI. Als ook het hele project om die MRI bij ons het ziekenhuis binnen te krijgen. Dus ja, terecht heel blij dat het nu eindelijk gelukt is. Vorige week hadden we het eigenlijk willen doen. Maar toen stond storm Corrie in de weg. Maar vandaag hadden we alles mee. Dus ja, mooi moment. Even voor ons, je zegt een lang traject. Moet ik dan aan jaren denken? Nou, toevallig hebben we in het RKZ wel vrij lang erover gedaan. Omdat we continu bezig zijn met te bepalen wat zijn onze plannen voor het ziekenhuis. En de plannen voor radiologie. En aanvankelijk waren er plannen om deze afdeling te gaan renoveren. Maar we hebben nu nieuwe plannen om naar een hotfloor te gaan. Maar dat heeft ook betekend dat dit project voor de MRI wat langer heeft geduurd dan gebruikelijk. Dus we hebben er inderdaad wel 1,5 jaar over gedaan. Ik hoor hotfloor. Wil dat zeggen dat het, de hotfloor in het nieuwe RKZ geplaatst moet worden? Klopt. De hotfloor is een nieuw gedeelte van het ziekenhuis waar de plannen voor klaar liggen om dat te gaan realiseren. En dat komt aan de voorkant van het ziekenhuis. En onze afdeling radiologie gaat naar dat gedeelte toe. En dan nemen we natuurlijk alle mooie spullen die we hier hebben staan weer mee naar het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis. Ik weet dat er een nieuw ziekenhuis komt, maar dan toch nu geplaatst in plaats van wachten dan zeg maar volgend jaar of volgend jaar. Waarom is dat? Ja. Nou, ik vertelde net al dat we een lange voorbereiding hadden. En eigenlijk had de MRI-scan al eerder vervangen moeten worden. Maar we hebben hem goed in de lucht weten te houden, onze huidige MRI. Maar het is hoog nodig om hem te gaan vervangen. Dus we konden niet langer uitstellen. Dus we hebben de plannen gemaakt met de leverancier om wel te zorgen dat wat we nu hebben staan goed mee kunnen nemen naar de hotfloor toe. Dus daar zijn we ook blij mee. En deze MRI, is dat meer geavanceerder? Kan je daar veel meer dingen mee doen dan de oude? Ja. We kunnen daar betere onderzoeken mee uitvoeren. De tijden van de scans die zullen wat korter gaan worden. En het is voor de patiënt veel vriendelijker om in een nieuwe MRI te gaan liggen. En dat komt doordat de opening van die MRI, die MRI is een soort tunnelvormig apparaat. Maar de diameter van waar je in komt te liggen is even wat ruimer. Dus heb je claustrofobie, nou dan is het in deze MRI-scan een stuk prettiger. Nou, daarnaast de kwaliteit van het onderzoek gaat een stuk vooruit. Dus daar zijn we voor de aankomende jaren heel goed mee voorzien. En wanneer kunnen de eerste patiënt of cliënten door deze nieuwe MRI? Ja, dat willen we zo snel mogelijk. Hij is vandaag binnengebracht. Hij staat nu nog in de verpakking. We gaan hem in een maand tijd gaan we hem helemaal installeren, zodat hij gebruiksklaar raakt. En dan gaan we starten met het inregelen van de apparatuur met protocollen die we gaan doen bij bepaalde aanvragen van de dokters. Dus elk onderzoek heeft zijn eigen protocol en dat gaan we in een maand tijd gaan we dat ook realiseren samen met het inwerken van het personeel. Dus nou, we gaan begin maart beginnen en waarschijnlijk zijn we begin april helemaal vol stoom. En dan kunnen we onze oude MRI gaan afsluiten. Ja.